Ik werk ondertussen 20 jaar bij pleegzorg en als ik kijk waar ik het meeste voldoening uit haal, dan is het echt merken dat pleegzorg soms het verschil kan maken in het leven van een kind. Ik ben Anne van Kutsem, ik ben regioverantwoordelijke bij pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Pleegzorg betekent dat we kinderen die voor korte of lange termijn niet thuis kunnen blijven wonen, opvangen in pleeggezinnen, dus zij verblijven in een ander gezin. Pleegzorg bestaat ook voor volwassenen met een beperking of met een psychiatrische problematiek, waarbij dat zij dan niet alleen kunnen wonen en die dan ook in een gezin verblijven. We werken voor de regio Brussel Halle-Vilvoorde vanuit 3 verschillende locaties. Telkens verschillende teams, een locatie in Halle, 1 in Brussel en 1 in Vilvoorde. Ik vind de sfeer onder collega's hier echt heel fijn. We kunnen echt wel serieus zijn met elkaar, maar ook eens goed lachen. En we gaan na het werk ook regelmatig eens iets drinken. Dat moet niet, maar wie dat mee kan en mee wil, en dat vind ik, ik heb dat wel graag. Veel pleegzorgbegeleiders blijven hier lang werken en als je dan vraagt naar het waarom, dan krijg je als antwoord van dat er veel verantwoordelijkheid is en veel autonomie, maar ook dat er een mooi evenwicht is tussen privé en werk. En dat is een hele belangrijke voor heel veel mensen om in hun job te blijven staan. En daar probeer ik op te letten, dat we dat vasthouden. Ja, we zijn voortdurend op zoek naar pleegzorgbegeleiders. Dat zijn mensen met een diploma in de sociale sector, die open-minded zijn, die veel verantwoordelijkheid zelf kunnen dragen, die hun eigen agenda kunnen plannen, verschillende talen kennen, is ook meerwaarde. Heb je zin in een uitdagende job waarin je met veel verschillende contexten werkt? Laat je gegevens dan achter. Hopelijk tot binnenkort.